HC6 is door de landmacht gevraagd om de landmacht te helpen bij het invoeren van robotica en autonome systemen. Ik denk een jaar of 10, 20 geleden konden we er wel van uitgaan dat we technologisch superieur waren. Nou, die voorsprong is rap aan het slinken als het al geen achterstand is. Dus moeten we wel investeren in de technologie om die voorsprong terug op te bouwen. Ja, ik denk dat het een hele noodzakelijke stap is die we moeten gaan zetten. We willen het gevecht winnen. Het tweede woord is geen optie. Vuur openen! Je wil een robot waar je van op aan kan. Een systeem dat zelf beslissingen neemt. De kennis en de kunde die we hebben opgebouwd in combinatie met praktisch experimenteren met de eenheid, daar zijn we in Europa uniek in. Je hoeft zelf minder in de vuurlinie te staan om toch het effect te kunnen bereiken wat je wil bereiken. En dat is echt wel een verandering van oorlog voeren. Om als krijgsmacht dominant te blijven, kun je niet meer zonder de inzet van nieuwe, moderne technieken. Je moet blijven innoveren. Drones, onbemande voertuigen, deep learning systemen en robots. Robots en autonome systemen kunnen ons in de toekomst helpen om als krijgsmacht winnend uit de strijd te komen. Maar hoe gaan we dat doen? Wat is de meerwaarde van robotica in militaire context? En waar gaan we naartoe? Ik ben in 2006 in Afghanistan ingezet als forward air controller, dus ontplooit met infanterieeenheden iedere dag buiten. Hij is van 6 vuurgevechten meegemaakt en in iedere situatie had robotica ons direct kunnen helpen. Een van de situaties was een hinderlaag, waarbij we als peloton met 10 voertuigen in een goed voorbereide zware hinderlaag kwamen. Het gebruik van drones had ons misschien kunnen helpen met het vroegtijdig identificeren van de hinderlaag. Dat het gebruik van bewapende systemen kunnen helpen door de bemande systemen uit de hinderlaag te krijgen en de onbemande systemen het vuurgevecht aan kunnen laten gaan. De luitenant-kolonel Martijn Hedeke en ik leid het innovatieprogramma Robots, Autonome Systemen binnen de Landmacht. Ja, zo ben ik mee begonnen toen ik de vraag kreeg, wil je een robotprogramma leiden? Ja, dolgraag. Maar waarom eigenlijk? Welk probleem ligt er nou aan de grondslag wat ik voor de organisatie moet oplossen waarbij we denken dat robots de oplossing bieden? Nou, er bleek een aantal problemen te zijn. Eén, we willen het gevecht winnen. Het tweede woord is geen optie. Het tweede is dat we dat willen doen met robots om onze veiligheid van ons personeel te verhogen. Dat ze veiliger hun gevaarlijke taak kunnen uitvoeren en laat dan de robot maar het gevaar lopen. En het derde is dat we oplossingen proberen te zoeken met robots en autonome systemen die meer gevechtskracht leveren zonder te hoeven groeien in personeel. Zodat met de mensen die we hebben, dat we daar meer uit kunnen halen. Ja, ik denk dat het een hele noodzakelijke stap is die we moeten gaan zetten. Je ziet dat de ontwikkelingen in de techniek heel snel gaan. Je ziet dat het aanbod van personeel bij Defensie steeds kleiner wordt. En dit soort systemen, RAS-systemen, kunnen ons helpen om effectiever te worden, om meer slagkracht te krijgen, maar ook om ons werk veiliger te doen. Ik ben Ilse Vriese, ik ben luitenant-kolonel bij Defensie, bij de Landmacht. Ik werk bij het innovatiecentrum Front. Wij kijken naar niet-defensie-specifieke en kortcyclische innovaties. Oftewel producten die buiten Defensie al op de markt zijn en die wij binnen Defensie kunnen gebruiken. Alle landen die zich enigszins willen gelden op het gebied van krijgsmacht, die ontwikkelen of die hebben onbemande systemen om in te zetten. En dat is best wel zorgelijk. Wij zijn in Nederland heel erg bezig met ethische en morele waarden. Andere landen hebben dat veel minder. En dat is wel een groot gevaar. Zeker als ze dat tegen ons gaan inzetten. Want wij willen wel op de juiste manier onszelf verdedigen. Ik ben Patrick Bolder. Ik ben strategisch analist bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Nou ja, vroeger, ik denk een jaar of 10, 20 geleden, konden we er wel vanuit gaan dat we technologisch superieur waren. Nou, die voorsprong is rap aan het slinken als het al geen achterstand is. De terreurgroepen zoals ISIS gebruiken vrij makkelijk drones. Knutselen ze zelf in elkaar of bestellen ze bij een webshop. Nou, dat biedt een nieuwe dreiging. Dus moeten we wel investeren in bijvoorbeeld technologie om wel die voorsprong proberen weer te behouden of terug op te bouwen. Door alle technologische ontwikkelingen zijn militaire missies door de jaren heen steeds complexer geworden. Er zijn enorm veel partijen met ieder hun eigen systemen en middelen. Het strijdtoneel verandert daarom steeds sneller en er zijn steeds vaker onverwachte situaties. Het belang van informatie neemt daarom enorm toe. Ook hier kunnen robotica en autonome systemen een rol spelen. Hoe sneller jij kunt optreden tegen ongewenst gedrag van een tegenstander,
hoe minder schade die kan veroorzaken. Dus daarom is het heel belangrijk om die informatiepositie altijd goed te houden. En de manier om informatie het beste naar je toe te halen is met langdurige verkenning. En hoe kun je dat beter doen dan met onbemande middelen die heel lang ergens kunnen zijn zonder dat een mens hoeft in te grijpen. En als je dan die machines op een slimme manier koppelt met systemen die van die informatie zogenaamde intelligence maakt, dan draag je bij aan de veiligheid van jezelf, maar ook van de eenheden die jij moet beschermen van de opdracht die je ook beter kunt uitvoeren dan. Om te onderzoeken hoe robotica en autonome systemen een toegevoegde waarde kunnen hebben voor de landmacht, heeft Defensie de afzonderlijke eenheid Robots and Autonomous Systems opgericht. De RAS-eenheid bij 13 Lichte Brigade. Mijn naam is Tom. Ik ben operatieofficier bij de Robotica en Autonome Systeemeenheid van de 13e Lichte Brigade van de Landmacht. Het oprichten van de RAS-eenheid is natuurlijk belangrijk om mee te gaan in de ontwikkeling van de toekomst. Maar om dat specifiek te plaatsen binnen een operationele brigade als de 13e brigade, had er vooral mee te maken dat dat op zich al een experiment is. Heel veel landen om ons heen experimenteren op een wat meer abstracter, hoger niveau. En wij brengen de innovatie rechtstreeks naar de gebruiker toe en experimenteren samen met de gebruiker en doen dus heel veel gebruikerservaring op die manier op. Hey mannen, goed dat we hier zijn. Onze opdracht is om dit gebied hier vrij te waren van vijand. Ik wil dat we onszelf zo goed mogelijk verbergen. Ja, we blijven in onze formaties en we vertrouwen zoveel mogelijk op de onbemande systemen en de systemen die we in de lucht gaan gooien. Het belangrijkste is dat je je munitie voor handen hebt en dat we onze systemen kunnen bedienen. We moeten kunnen vechten. Roger? Roger. Ja, actie. In een kwartier wordt een scenario uitgelegd, wat de vijand is, waar ze zitten en wat de opdracht is aan de eigen troepen. En de eerste versie voeren we uit zonder nieuwe technologie. Dus dat creëert de baseline, dan kunnen we meten hoe we het vandaag de dag doen. Na de baseline doen we het scenario nog een keer, maar dan met toevoeging van de nieuwe technologie. En dan meten we of inderdaad de vijand eerder wordt opgespoord. En of we meer vijand bijvoorbeeld kunnen aangrijpen dan we eerst konden. Nou, dan tweaken we net zo lang aan die samenstelling mens, manier, middel, wijze van optreden, tot we het beste de opdracht kunnen uitvoeren. We zijn eigenlijk gewoon oefenscenario's aan het draaien waarin bepaalde experimenten naar voren komen. Is het mogelijk dat wij bepaalde taken vervangen door systemen? We hebben een veilige situatie in het bos gecreëerd, beveiliging voor onszelf gegarandeerd, een grote afstand van de vijand. En vervolgens hebben we de taak doelopsporing middels drone hebben we gestart. Ik denk dat we als Nederland buitengewoon ver zijn in de ontwikkeling van robot-autonome systemen. We hebben niet zozeer in de technologieontwikkeling of de schaal, maar wel de kennis en de kunde die we hebben opgebouwd in combinatie met praktisch experimenteren met de eenheid. Daar zijn we in Europa uniek in. Vergelijk met Amerika. Amerika is zo groot, die doen alles. Andersom zijn zij buitengewoon gecharmeerd van onze werkwijze en ons vermogen om als relatief klein team toch snel die kenniswinst te halen. Wij in het midden als RAS-eenheid. Ik denk dat we daar binnen Europa een unieke methode hebben. Er gaat dus veel veranderen. Mede door de RAS-eenheid zijn er de afgelopen jaren flinke stappen gezet. Maar waar staan we nu? De RAS-eenheid heeft de beschikking over verschillende robots. Waaronder diverse drones en 7 onbemande grondvoertuigen. Een van deze voertuigen is de Milrem. Een enorm veelzijdige robot. Deze robot kan bijvoorbeeld gewonden vervoeren en drones lanceren. Maar hij kan ook een rol spelen bij het verkennen van de omgeving of bij het onderling communiceren. Daarnaast kan de Milrem ingezet worden voor het dragen van bepakking en munitie. En voor het vergroten van de slagkracht.
Robots besturen we met een remote-controlled datalink. Een soort joystick in zijn handen. En rechtstreeks het voertuig aanstuurt. Nou, dat is oké voor nu. Een andere stap is dat de mailram in staat is om bijvoorbeeld door kunstmatige intelligentie zelfstandig een andere opgedragen taken uit te voeren. Robotica en autonome systemen. Dat gaat dus verder dan robots alleen. De Nederlandse Defensie is druk bezig met de ontwikkeling van zelfdenkende systemen. Want om ervoor te zorgen dat militairen zich volledig kunnen focussen op de vijand, of wanneer er binnen milliseconden keuzes gemaakt moeten worden, zou het veel effectiever zijn wanneer de robot zelf na kan denken. Kunstmatige intelligentie dus. Autonomie is het vermogen om zelfstandig een opgedragen taak uit te voeren. We scheiden het wat en het hoe. De mens is eigenaar van het wat. De mens bepaalt de missie, de mens bepaalt het doel, de mens bepaalt de spelregels. En de robot gaat zijn best doen over het hoe. Hoe kan ik de opgedragen missie zo goed mogelijk uitvoeren met alle mogelijkheden en onmogelijkheden die me zijn opgedragen? De systemen die we tegenwoordig hebben zijn vooral bijvoorbeeld op het gebied van drones. Dat je op afstand drones kan besturen en op afstand kan meekijken naar de beelden die er zijn. Nou, in de toekomst zal je veel meer gaan zien dat soort systemen autonoom kunnen gaan opstijgen. Autonoom hun vlucht gaan uitvoeren binnen een bepaald gebied wat wij meegeven. En ook autonoom de beelden gaat verwerken. Autonomie heeft dus enorme voordelen. Maar hoe ver ga je in het neerleggen van verantwoordelijkheid bij een machine? Op welk punt geven we een machine de beslissing over leven en dood? Ja, dat is de grote vraag. In welke mate gaat de machine beslissen over leven en dood? Dat zijn keuzes die we moeten gaan maken. Het zomaar inzetten van een autonoom systeem zonder dat je weet wat het gaat doen, dat is uit den boze voor Nederland. Wat wij heel belangrijk vinden is meaningful human control. Onze ethische en morele waarden, daar willen we altijd aan vast blijven houden. En dat zal ook leidend zijn bij de invoer van robotics en autonomous systems in de Nederlandse krijgsmacht. Nee, volledig zelfstandig is geen optie. We hebben niet de machine voor ogen die het nieuws kijkt en op eigen houtje besluit om in een conflict in te grijpen en daarop zelf zijn doelen selecteert. Dat is onacceptabel, ook al zouden we het misschien kunnen maken. We stellen juist die mens centraal als eigenaar en als geen ander verantwoordelijk en in staat om in te schatten wat de operatie is. Een robot zijn hooguit een slimme tool om een opgedragen taak zo goed mogelijk uit te voeren. Vuur openen! Leeg! We merkten dat tijdens de actie een van onze elementen leeg raakte met munitie. Bevel, bevel, bevel! Die is toen volgens het plan eigenlijk onbemand bevoorraad. Hij heeft middels waypoints zelf is hij genavigeerd naar de locatie. En daarna werd er op een knop gedrukt en dan rijdt hij ook zelfstandig terug. Waarbij wij dus volledige focus op het gevecht wat op dat moment gaande is. HC6 is bezig om te kijken naar hoe kunnen onbemande systemen krijgsmacht effectiever maken en krijgsmacht veiliger maken en zorgen dat we beter ons werk gaan doen. Maar ook laten zien dat we dat op een hele beheerste manier doen. Want heel vaak hoor je over de killer robots. Nou, dat is absoluut niet aan de orde. We hebben het over aanvulling eigenlijk op wat de mens doet en zorgen dat de mens veiliger en beter zijn werk kan doen. Om dat mogelijk te maken, dan moet er natuurlijk nog een heleboel onderzoek worden verricht. En daar zijn we nu hard mee bezig. Maar dat is zeker iets van lange adem. Dat zal niet binnen de eerste 5 jaar plaatsvinden. We gaan er uiteindelijk wel naartoe dat we dit soort systemen gaan inzetten. Je ziet al dat andere landen dit soort systemen al in de praktijk aan het toepassen zijn. Daar moeten we wel een antwoord op hebben als Defensie. We zijn nu met dit soort systemen vooral bezig om ervaring op te doen en te kijken wat zijn de mogelijkheden en onmogelijkheden. Waar kunnen we ze wel inzetten en waar niet. Dat traject is op dit moment, wordt dat ingezet. En we gaan daar de komende jaren steeds meer ervaring op doen en steeds meer gebruik van maken. We werken nauw samen met partners zoals de TU Delft. En zij zijn aan het kijken welke ontwikkelingen komen er in de toekomst op ons af. Een robot is een systeem dat zichzelf in zijn omgeving kan handhaven. En je wil eigenlijk een robot die je vertrouwt, waar je ook geen zorgen over hebt. He, dus de zelfstandigheid van het systeem om beslissing te nemen. En we hebben vaak de neiging om alleen maar te denken aan de ongunstige beslissing. Oh, dan kan dat ding zomaar beslissen dat. Maar als je kijkt naar de manier waarop bijvoorbeeld robots in staat zijn om mensen te herkennen, dan heb ik liever dat hij met een iPhone kijkt of ik het ben, dan dat hij zelf zegt van, oh ja, ik ken hem wel. Dus dat is veel betrouwbaarder. Maar stel je voor dat je tegen de robot hebt gezegd van, dat mannetje, daar gaat het om, en geen andere.
Nou, de robot die gaat de ruimte binnen waar dat mannetje is. En op het moment dat die robot denkt, nou is het bingo, lopen de twee kinderen naar binnen. Dan binnen een paar microseconden heeft de robot besloten dat er een abort is. Er is geen mens die zo snel tot een abort kan besluiten als een robot dat kan. Dus dat betekent collateral damage gaat waarschijnlijk omlaag. En de vraag is alleen maar van wie stuurt die robot? Dus waar we over moeten gaan is zorgen dat de remote command goed geregeld is. Dat de robot doet wat hem gevraagd wordt. En dan gaat het daarna over de ethiek van het baasje. Het werk van militairen veiliger maken. Dat is dus een van de redenen waarom Defensie inzet op robotica. Onbemande systemen maken het mogelijk om een oorlog te voeren op veiliger afstand. Drones zijn de afgelopen jaren dan ook uitgegroeid tot een belangrijk wapen in het arsenaal van tientallen landen. Deze onbemande vliegtuigen variëren van piepkleintjes, waarmee je bijvoorbeeld een gebouw kunt binnenvliegen om te spioneren, tot exemplaren zo groot als passagiersvliegtuigen. Als jij ergens in de diepte vuur wil uitbrengen en je hebt een apparaat wat dat voor jou kan doen, waardoor jij zelf veiliger kunt blijven, dan heeft dat enorme operationele voordelen. Je hoeft zelf minder in de vuurlinie te staan om toch het effect te kunnen bereiken wat je wil bereiken. En dat is echt wel een verandering van oorlog voeren. Ja, ik ken het fenomeen dat oorlog te veel als een videospelletje wordt gezien. En dat misschien wel wapeninzet te makkelijk wordt, ook omdat je geen gevaar meer loopt bij de mensen. Het bedienen van technologie wordt alleen maar makkelijker. Wat niet makkelijker is, en ook niet zal worden, is de keuze om geweld in te zetten. Dat is een hele moeilijke keuze. De gevolgen daarvan accepteren, ook als mens, dat is niet makkelijk, zal het niet makkelijker worden. En als ik kijk naar onze luitenants, onze kapiteins, maar ook onze generaals, die zijn zich daar als geen andere van bewust. Die sterk verantwoordelijkheidsbesef over welke technologie we werken en wat we daar potentieel mee kunnen aanrichten. Daardoor zijn we ook voorzichtig naar wat het resultaat uiteindelijk van het systeem is. We willen wel zeker weten dat als we een systeem inzetten, dat het doet wat het zou moeten doen in een gegeven omstandigheid. Ik denk dat we daar met de Afghanistan-periode, 2006-2010, met grootschalige gevechtservaring en contacten, veel inzicht hebben opgedaan wat het met de mens doet. Ik denk dat we daardoor beter in staat zijn en ook moeten zijn om het in te richten, ook rondom dit vraagstuk met de autonome systemen. Als ik terugdenk aan sommige ervaringen uit het verleden als commandant bij een infanterie-eenheid, dan kan ik een hoop situaties voorstellen waarin ik het graag voorhanden had gehad. En dit is echt bottom-up innoveren. Het is geweldig de mogelijkheden die dit biedt. Het gevecht van de toekomst is niet hetzelfde gevecht als dat we nu doen. Dus er zijn andere middelen, andere spelers, andere gedachten. Dus ik denk dat het noodzakelijk is dat we blijven veranderen op wat voor manier dan ook, maar dat we het wel op een verantwoordelijke manier blijven doen. Nederland is heel erg voorzichtig met het invoeren van dit soort systemen. We willen zeker weten wat zo'n apparaat doet, hoe we daarvan kunnen profiteren voordat we het gaan invoeren. En dat geeft wel eigenlijk aan hoe zorgvuldig we dat doen als Nederland om enerzijds de effectiviteit van de krijgsmacht te verhogen, maar anderzijds ook geen stappen te nemen die niet bij ons passen als Nederlandse krijgsmacht. Wel meegaan met nieuwe technieken om te zorgen dat we effectief blijven, maar geen overhaaste stappen die we niet zelf kunnen bijbenen. De toekomst voor Defensie met RAS-systemen is dat we steeds meer dit soort systemen gaan inzetten. We gaan geen hele eenheden vervangen door robots, maar we gaan wel eenheden krijgen die samen met robots hun taken gaan uitvoeren. Dus mensen worden niet vervangen, we gaan ermee samenwerken. Dat is de richting die RAS op dit moment inzet voor Defensie.